Dat komt er nu. Hoe? Er komt nu een dame! De hamer. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn vader: pap, ik weet niet wat het is, maar als ik zing, dan lijkt alles te kloppen. Dan voel ik dat ik dat moet doen. Dat is het fijnste gevoel dat ik ken, pap. Je moet me leren zingen. Toen zei hij: dat is goed, dan ga ik je leren. En dan kan je het beste een Beatle liedje uit je hoofd leren, wat If I Fell heet. Niet het bekendste liedje, sterker nog, we zijn het net vergeten te spelen. Niet het bekendste liedje, maar wel een hele mooie oefening, want als je zowel de partij van John kent, als die van Paul, en je kan ze allebei, ik kan het wisselen, als je het allebei kent, dan weet je wat harmonieën zijn. Dan weet je hoe het is om twee stemmen te zingen. En we hebben dat heel lang geoefend, heel vaak. In mijn beleving zaten we altijd het in de auto te oefenen. En ik heb me jarenlang afgevraagd waarom we dat eigenlijk oefenen, waarvoor. En vanavond weet ik het. Hier is hij namelijk, Cor van Velzen! Fijn dat je er bent. Zo zaten we in de auto, hè? Ja. Ik aan deze kant. En ik hier. Weet je wat jij heet? Meestal wel. Ja? We hebben één keer de rollen om. Ga je dit echt vertellen nu? Ja, ik ga het vertellen. Ik moest het nooit tegen mijn moeder vertellen. Ja, precies. En toen werd ik direct aangereden door een boom. Ik mocht één keer de auto inparkeren. Mam, je kan het nu wel horen. Ik heb één keer mocht ik de auto inparkeren en heel lang zou de koppeling laten opkomen zijn. Ja, precies. Wat was de schade? Nou, dat weet ik niet meer. Maar waarom If I Fell precies? Nou, vanwege die spannende harmonieën. Het was iets heel anders, die twee stemmen, dan stemmen die keurig naast elkaar in een terts. Dat is twee toontjes lager zingen. Dus er zaten ontzettend spannende variaties in. Wie wil je zijn vanavond, John of Paul? Ik wil het liefste Paul zijn, maar ik doe John. Qua hoofd? Ja, nee, niet qua hoofd, maar omdat jij het liefste Paul doet. Oh! Nou, we kunnen het omdraaien. Ik ben er wel voor even. Hij is er aan. Ja, heb niet gegeven, dames en heren. Je meent het echt? Ja. Ik ging al bijna voor het aanzien van de hele heel carré en vooral voor jou viel ik door de Beatlemand heen. En ik wist nog niet eens dat Leo er was. Ja. Ik ben dus Paul en jij bent John en we zingen If I Fell en het gaat ongeveer. Zo. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands.